Misschien herken je het wel. Je loopt over straat en er gebeurt iets onverwachts. Of je ziet iets geks. Grote kans dat je je mobiel pakt om het vast te leggen en te delen. In de oorlog kon het maken van foto's je in grote problemen brengen. Welkom in het Haags Historisch Museum. Tijdens de oorlog is Den Haag in handen van de Duitsers. En moet de bevolking hun regels volgen. De meeste inwoners van Den Haag houden zich dan ook rustig. Ze proberen door te gaan met hun gewone leven. Maar er zijn ook mensen die in het geheim de Duitsers gaan tegenwerken. Dit kan heel eenvoudig en niet zo opvallend door stiekem te luisteren naar radio-uitzendingen van de geallieerden. De vijanden van de Duitsers. Of door een oranje speldje te dragen onder je kleding als steun aan de koninklijke familie die naar Engeland is gevlucht. Maar er zijn ook mensen die in hun acties verder gaan. Zij brengen verboden krantjes rond, helpen Joodse mensen te verstoppen. Of maken bonnen na waarmee mensen meer eten kunnen krijgen. Met deze acties houden deze mensen zich niet aan de regels van de Duitsers. En lopen het gevaar opgepakt of zelfs vermoord te worden. Ook het vastleggen van de schade door bombardementen of van de veranderingen in de stad door de aanleg van de Atlantikwal, de verdedigingslinie langs de kust, wordt gezien als een actie tegen de Duitsers. Deze foto's kunnen namelijk informatie bevatten die belangrijk zijn voor de vijand om de Duitsers te kunnen verslaan. Daarom verbergt de fotograaf Menno Huizinga zijn fototoestel in een kaaskistje met het woord komeet erop. De O heeft hij uitgezaagd om voor de opening de lens van zijn camera te plaatsen. Zo kan hij stiekem de verandering in Den Haag door het afbreken van woonhuizen, kerken en natuurgebieden in beeld brengen. Later in de oorlog krijgt Huizinga als fotograaf van de luchtbeschermingsdienst toestemming van de Duitsers om de gevolgen van de aanvallen vanuit de lucht vast te leggen. Zijn foto's geven zo'n goed beeld van de gebeurtenissen in Den Haag tijdens de oorlog. Naast deze spontane en meer individuele acties tegen de Duitsers ontstaan er ook verzetsgroepen. Zo begint spionagegroep Organisatie G in Den Haag informatie te verzamelen over het nieuwste wapen van de Duitsers, de V2. Het is een ongeveer 14 meter lange raket met een explosieve lading, die in korte tijd grote afstanden kan afleggen. Hiermee hopen de Duitsers de Engelsen terug te pakken die Duitse steden en fabrieken vanuit de lucht aanvallen. Maar ze willen vooral de Engelsen dwingen met deze bombardementen op Duitsland te stoppen. De verzetsgroep Organisatie G heeft al snel een fotograaf nodig om de verzamelde informatie op papier over te zetten op film. En in november 1944 vraagt Janke van der Kooi haar goede vriend Wim Bersenbrugge voor deze opdracht. Als fotograaf sluit Bersenbrugge zich aan bij het verzet. Naast het vastleggen van de belangrijke documenten probeert hij zelf een V2-raket in de lucht te fotograferen. Het duurt ongeveer een maand voordat het hem lukt. Als enige fotografeert hij het afvuren van een raket vanuit de tuin van het Vredespaleis hier in Den Haag. Bersenbrugge stopt met deze acties tegen de Duitsers als een paar belangrijke leden van de verzetsgroep worden opgepakt. En hoewel hij in interviews direct na de oorlog nog over deze periode spreekt, zwijgt hij na die tijd over zijn avonturen in het verzet. Maar er is meer. Lange tijd is het niet bekend dat Bersenbrugge ook prachtige foto's heeft gemaakt van de bevrijding van Den Haag. We kennen eigenlijk alleen zwart-wit foto's van die periode. Maar in 2008 werden er 7 dozen kleurendia's gevonden, met daarin foto's waar de Haagse inwoners hun bevrijders toejuichen en feestvieren. Als je de foto's bekijkt, lijkt het net alsof deze gisteren zijn gemaakt. De kleuren en de manier waarop Bersenbrugge de bevrijding van Den Haag in beeld vastlegt zijn heel bijzonder.